Mijn naam is Koert van Mensvoort. Ik ben kunstenaar, ontwerper, filosoof en ik hou me bezig met hoe technologie zo overal om ons heen komt, zo complex wordt, ook autonoom, soms ook intiem wordt, dat we het eigenlijk als de Next Nature gaan ervaren. Als wij na willen denken over de toekomst van werk, dan moeten we denk ik eerst naar het verleden van werk kijken. Vroeger was het zo dat werk en vrije tijd liep in elkaar over. Uh, het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat ook ja, een, een boer die leeft op zijn boerderij, die is boer. En ja, die is ook altijd bezig met, met zijn vee of, of met zijn gewassen. Um, 24 uur per dag. Um, daarna zijn we in een situatie gekomen waarin we van 9 tot 5 zijn gaan werken en hebben we dat heel erg in hokjes geduwd. En daarna heb je dan vrije tijd. Maar ik denk dat dat in de toekomst weer veel meer in elkaar over gaat schuiven. En dat is voor veel mensen heel onwennig, omdat je denkt: goh, ja, dan ben ik de hele dag aan het werk. Alleen ik denk dat de tegenhanger daarvan is ook wel dat jij tijdens kantoortijden soms ook uh, vrije tijd hebt. Dat, dat moet wel een balans zijn. Ik denk dat het niet hoeft te zijn dat jij uh, meer tijd werkt dan dat je het nu doet, maar meer op een, ja, op een vloeiendere manier. En digitalisering maakt dit ook mogelijk. Als wij technologie op de juiste manier inzetten, dan kan ons werk echt leuker worden. Technologie kan zoveel voor ons regelen. En uh, ja, daar is echt nog veel werk aan de winkel, omdat we moeten ook heel scherp kiezen waar willen we automatiseren, waar willen we robotiseren, en wat is nou dat specifieke menselijke dat wij zelf nog ja, willen behouden. Ik vind die strijd tussen de mens en, en de robot is altijd een beetje een schijngevecht. Uh, het is, we vragen ons wel, kan een robot iets sneller dan een mens? Maar we vragen niet, uh, we organiseren geen wedstrijden tussen een mens en een paard... om te kijken wie het hardste kan lopen. Nee, een mens op een paard, dat is interessant. En ik denk ook een mens samen met een robot, dat is interessant. Maar als we daar gewoon slim over nadenken... ja, dan kan technologie ontzettend veel voor ons oplossen en dan kunnen wij zelf... spelende mensen worden, de homo ludens. En ja, ik vraag mezelf soms wel af, waarom zijn we dat niet al? He, want ja, werk en vrije tijd kan ook veel meer overlopen als, als werk ook passie wordt. En als werk ook spel wordt. Want wat zijn uiteindelijk de taken die je wil doen? Dat zijn de dingen die je met passie wil doen. En uh, ik zou iedereen ook willen oproepen om na te denken van wat is mijn talent? Wat heb ik anderen te bieden? En hoe kan ik dat uh, als een spelende mens uitdragen? En dat is niet makkelijk, want je gaat ook merken dat uh, goed spelen is soms ook hard werken.